Ik heb nu geloof ik 6 tassen meegekregen om het weekend te lezen. Dus ik hoop dat ik maandag nog leef. Haar Majesteit de Koningin heeft de heer Van der Laan zojuist benoemd als nieuwe minister voor Wonen, Wijk en Integratie en hem beëdigd. Zeer verrassend, maar heel erg goed. Vanochtend was hij al bij de koningin, de nieuwe minister. Nog geen 24 uur nadat zijn voorganger moest aftreden wegens gebrek aan vertrouwen. Ik herken mij niet in die kritiek. Al realiseer ik me natuurlijk terdege dat de beeldvorming de afgelopen tijd slecht was. Vindt u niet te snel naar haar al dat u hier dan staat met al die mensen eromheen? Dat vind ik zelf heel duidelijk en er is ook goed over gesproken en nagedacht. Of dat niet gewoon te rauw zou zijn. Ik geloof dat de mensen die mij hebben aangeraden om het wel te doen vandaag, want zelf had ik daar een grotere aarzeling bij, dat die gelijk hebben als ik kijk naar hoe ontzettend goed ik toch ben opgevangen vandaag. Eberhard van der Laan, voor het grote publiek een onbekende. Maar ook de mensen die hem wel goed kennen, hadden deze man op deze plek niet verwacht. Verrassend, omdat Eberhard al een heel lange rol in de politiek speelt, maar nooit bestuurder wilde worden. Ik had Eberhard niet meer terugverwacht in de lokale of zelfs maar landelijke politiek. Want Van der Laan heeft al jaren de politiek verlaten, ondanks vele verzoeken terug te keren. Hij vraagt zich ook af waarom u nu wel ja heeft gezegd, terwijl u al een tijdje wordt gepolst. Dat vraag ik mezelf ook af. Dus daar kan ik nu geen goed antwoord op geven. Is het een gevoelskwestie dat u het nu wel doet? Ja, je moet wel een soort gevoel van urgentie hebben, dat ze je echt nodig hebben. En dat hebben ze. Heel eigenwijs. Ja. Nou ja, dat zeg ik niet en ik moet het ook nog maar waarmaken. Maar je moet het gevoel hebben dat je ook echt iets zou kunnen toevoegen. 8 jaar lang zat hij in de Amsterdamse gemeenteraad. Een goed gebekte fractieleider. De ene kant. Mag ik nog over mijn eigen spreektijd? Natuurlijk, Ferry, ja, maar precies. Ik ben bijna klaar. Ferry, één zin. Precies. De ene kant van de raad was laat het niet met... Laat u nou eens interrumperen. Laat me eventjes deze zin afmaken. Zowel Harry van Bommel als Ed van Tijn, toen burgemeester, kennen hem uit die tijd. Ja, hij zal niet over zich heen laten lopen. Het parlement zal een geduchte... Nou, tegenstander is het woord niet, maar hij is geen speelbal van wie dan ook. We hebben 4 jaar allebei in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Hij fractievoorzitter van de grootste partij, ik fractievoorzitter van de kleinste partij. We hebben scherpe debatten gehad, maar ik ken hem als iemand die gewoon pragmatisch de problemen wil oplossen. En dat heb je juist in de grote steden, in de oude wijken, dat heb je juist nodig. 20 jaar geleden, want u vrouw zegt net, ze vluchten naar... Waarom hebben jullie zo weinig mensen, of krijgen jullie stemmingen? Omdat jullie de boel vernietigd hebben. Hij is een bemiddelaar en recht voor zijn raap. Een man die de grote stedenproblematiek goed kent. Regelmatig ging hij erop uit in Amsterdam. Maar het wethouderschap heeft hij altijd geweigerd. Het is een tijd kloten geweest, dat is absoluut waar. Maar je ziet het weer langzaam beter worden. Hij heeft dus geen bestuurlijke ervaring, zou je kunnen zeggen. Maar hij gaf altijd voorrang aan zijn advocatenkantoor. En zijn ondernemerschap. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat nu hij voor het openbaar bestuur gekozen heeft, dat hij een hele goede minister zal zijn. Zonder bestuurlijke ervaring krijgt Van der Laan direct de zwaarste ministerspost van de Partij van de Arbeid. Waar Ella Vogelaar op gestrand is. Door strubbelingen, maar vooral door onhandige mediaoptredens. Het is niet gemakkelijk als je hier zit en je krijgt zoveel sepsis en... kritiek over je heen. Wat gaat u anders doen dan Ella Vogelaar? Dat is, ik weet niet of ik überhaupt iets anders ga doen dan Ella Vogelaar. Ik beklemtoon dat ik respect heb voor wat zij gedaan heeft. Echt veel respect. En ik hoop dat ik net zoveel energie kan opbrengen en net zoveel inzet als zij had. Wat mevrouw Vogelaar heeft laten zien, dat was onvoldoende. Ik denk dat Van der Laan zal gaan voor een effectieve lijn op het gebied van wonen en wijken. Als iemand die conflicten kan oplossen, is hij het. Hij is een echte conflictoplosser. En waarom kan hij dat beter dan Ella Vogelaar? Is een vak, is een karakter. Hij is een echte mediator. Dus als iemand kan, is hij het. Heeft u genoeg bestuurlijke ervaring voor zo'n functie? Dat moet blijken. Ik heb daar wel. Ik ben daar niet pessimistisch over, maar het moet blijken. Waar mogen we u op afrekenen? Nou, dat is erg inhoudelijk, dus dat gaan we over een paar weken doen.